Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Robin Bartelink heeft een brasserie aan het Schouwburgplein in Hengelo. Met weemoed ziet ook hij hoe het ene naar het andere winkelpand in zijn omgeving de deuren sluit. Nou ja, we hebben wat verschillende lege panden. En ja, de uitstraling is niet helemaal geweldig. Het zou mooi zijn als daar een beetje reuring zou komen. De sfeer van Montmartre in Parijs, dat is de grote droom die de horecaondernemer voor het Schouwburgplein heeft. Een schril contrast met de huidige werkelijkheid. Zeg misschien wat kleine ateliers waar kunstenaars hun gevoelens en alles kunnen expressie. En dat je beleving krijgt. Nou, misschien met nog één of twee horecabedrijfjes erbij met leuk terrasje, dat je hier gewoon zomers gezellig kunt zitten en toch misschien zelfs wel een vakantiegevoel kunt krijgen. De gemeente Hengelo heeft ook geen idee hoe ze deze droom tot leven kunnen brengen. In de afgelopen decennia lukte dat soms nog wel vanaf de tekentafel op het gemeentehuis. Maar de maatschappij laat zich inmiddels niet meer sturen door een clubje ambtenaren. Ik ben Kees Dalenoord. Ik werk bij de gemeente als programmaregisseur Binnenstad. Kees zou vroeger deze street art hebben laten weghalen. Pas niet binnen het beleid van de gemeente voor een nette binnenstad. Nu bespaart de gemeente de opruimkosten en zoekt de daden juist op. Want je kunt het ook zien als kunst die met een beetje organisatie je stad juist heel aantrekkelijk maakt. Rommel, containers en dit verlevendigt en veraangenaamt het. Het opzoeken van elkaar en samen brainstormen op zoek naar ideeën die de binnenstad tot leven brengen. Gemeente en ondernemers in Hengelo hebben daarvoor een pand geopend waar iedereen kan binnenlopen. Ja. Iedereen die maar betrokken is bij de binnenstad, alle belanghebbenden, die kunnen hier een werkplek krijgen. Hier komt alles samen. Alles wat met de gemeente te maken heeft, die zich bezighouden met de binnenstad. Vanuit het centrummanagement, vanuit de ondernemers, horecaondernemers. Iedereen kan hier naar binnen lopen, ideeën spuien. Hi Nienke. Hi. Lekker aan het werk? Ja, heerlijk. Waar ben je mee bezig? Met een nieuw concept. Nienke Gozen is een jonge ondernemer die regelmatig in de stadswerkplaats te vinden is. Nienke wil leegstaande winkelpanden graag geschikt maken als woning. Ja, het project Omwonen, dat is eigenlijk ontstaan vanuit een eigen persoonlijke woonbehoefte ook wel in de binnenstad. Want als jonge professional is het toch een mooie plek om te wonen. Gedeputeerde Monique van Haaf is geïnteresseerd in het project en laat zich in de stadswerkplaats bijpraten door Nienke. Wij zien dat er echt goede initiatieven zijn en wij kunnen helpen. Soms door een financiële impuls, soms door de goede contacten te maken, door de verbindingen te leggen, door een platform te bieden. Juist die initiatieven verder te helpen. Het is belangrijk dat juist die kleine sparkles die er zijn, die initiatieven die er komen, dat die verder komen en zo een werking hebben ook op weer andere goede mogelijkheden. De stadswerkplaats is daar een goed voorbeeld van hier in Hengelo. Maar we hebben op andere steden hebben bijvoorbeeld ook een stadsgenerator waar het meer gaat om de crowdsourcing. Want dat is daar weer nodig. Kijk naar Deventer. Het is dus nog even zoeken voor provincie en gemeente hoe ze de 10 miljoen euro voor de binnensteden gaan besteden. Maar ach, dat potje, dat komt ook vast wel op.